We kijken naar hoogconjunctuur en bij hoogconjunctuur groeit de economie sterker dan gemiddeld. Bij hoogconjunctuur groeit de economie sterker dan gemiddeld. En je kunt ook zeggen, er is dus veel economische activiteit. En bij hoogconjunctuur horen een aantal kenmerken. De vraag en bestedingen zijn heel hoog. En ook de vraag naar arbeid is vrij hoog. De vraag naar arbeid is hoog. Vaak zie je ook dat de lonen stijgen. De werkloosheid daalt. En omdat de bestedingen stijgen, krijg je ook vaak te maken met rente die stijgt. En tot slot kun je dus eigenlijk zeggen, als de meeste dingen stijgen, dan kun je spreken van hoogconjunctuur. En hoogconjunctuur is natuurlijk het tegenovergestelde van laagconjunctuur, maar dat wordt later nog uitgelegd. Bij hoogconjunctuur groeit de economie sterker dan gemiddeld. Er is dus heel veel economische activiteit. En de kenmerken die daarbij horen, de vraag en de bestedingen zijn hoog, de vraag naar arbeid is hoog. Nou, vaak gaan daardoor de lonen omhoog en zal de werkloosheid dalen. En de bestedingen, zoals ik net al zei, die zijn heel hoog. Uiteindelijk zal de rente ook stijgen en het tegenovergestelde van hoogconjunctuur is laagconjunctuur.